Hallo, mijn naam is Petra, ik ben productspecialist bij CameraNu.nl. Ik ga wat vertellen over de Nikon 18-55 DX lens. Deze lens is bij veel Nikon kits te vinden, maar wat doet deze lens nou eigenlijk? We beginnen bij het begin en gaan alle aanduidingen op de lens af. Te beginnen bij AFS. AFS staat voor de autofocusmotor die in de lens zit. Sommige objectieven hebben deze niet ingebouwd en hebben de scherpstelmotor van de camera nodig. Dit is voor deze lens niet nodig. AFS-objectieven zijn snel en stil. 18-55 mm staat voor de brandpuntafstand van het objectief. Om dit simpel te houden kunnen we zeggen dat de millimeters aangeven wat het bereik is dat deze lens dekt. Hoe lager de millimeters, hoe meer de lens naar groothoek neigt en hoe hoger de millimeters, hoe meer zoom erin zit. Dit noemen we ook wel een groothoekzoomobjectief, met daarin een klein beetje zoom en een klein beetje groothoek. De F-waarden staan voor het diafragma en daarmee de lichtgevoeligheid van de lens. Hoe lager de waarde, hoe lichtgevoeliger de lens. Deze lens verloopt van 3,5 tot 5,6. Het objectief zal dus in groothoek meer licht binnenlaten dan in zoom. Ook staat er een G achter deze waarden. Een G betekent dat er geen diafragmaring op het objectief zit. Dit wordt geregeld in de camera. VR staat voor vibratiereductie, oftewel de beeldstabilisatie. Dit gaat kleine trillingen tegen en zorgt voor scherpe foto's ook op lagere sluitertijden. DX staat voor het feit dat dit objectief alleen te gebruiken is op camera's die een DX-sensor hebben. Kort samengevat hebben we hier dus een veelzijdig standaard objectief waar veel meer in zit dan je misschien zou denken. Na deze video nog steeds vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Tot zover de AFS 18-55.